Deze video gaat over Outlook snelonderdelen. Wat is het precies? Wat kan je ermee? Waar vind je het en hoe kun je het instellen? Dat laat ik je zien in deze video. Snelonderdelen is een superhandige functie om te gebruiken voor als je vaker standaard teksten uitstuurt. Nou, denk bijvoorbeeld aan, ik was laatst bij BDO training aan het geven en ook bij RVDB. En dan krijgen ze een heleboel sollicitaties binnen op de HR-afdelingen waar ze dan natuurlijk naar die sollicitanten een reactie moeten sturen. Nou, dat zijn heel vaak dezelfde soort reacties en dan moeten er maar een paar dingetjes even kort gewijzigd worden. Nou, laten we eens kijken hoe je bijvoorbeeld zo'n mailtje of als je secretaresse bent en je stuurt heel veel afspraakbevestigingen uit, hoe je dat als snel onderdeel kunt instellen in Outlook en ook heel snel kunt gebruiken. Nou, ik heb om het makkelijk te maken voor deze video alvast even een mailtje klaarstaan. Het gaat om een afspraakbevestiging. En wat je dus in eerste instantie doet, is het mailtje wat je normaal gesproken stuurt helemaal klaarzetten. Je kunt dat doen inclusief je handtekening. Als je normaal gesproken bij ieder nieuw mailtje wat je opent een standaard handtekening hebt ingesteld. Bijvoorbeeld als ik nu even een nieuw mailtje open, dat deed ik heel snel met Ctrl-N. Nog even een tipje tussendoor. Dan heb je hier meteen zeg maar, de handtekening bij staan. Als je die er standaard in hebt staan, dan hoef je in dit geval alleen maar dit stukje tekst te kopiëren tot de handtekening. Dus selecteer het stukje tekst wat je wil gaan gebruiken en dan Ctrl-C bijvoorbeeld voor kopiëren. En normaal gesproken sta je in de werkbalk beeld en hiervoor ga je naar de werkbalk invoegen. En vervolgens zie je hier de optie snel onderdelen. Nou, als je daarop klikt, dan kun je deze gaan toevoegen als een autotekst of de selectie opslaan in de snelonderdelen. Nou, je kiest dus voor die laatste optie, selectie opslaan in snelonderdelen. En nu kun je een nieuwe bouwsteen maken, zo'n nieuwe bouwsteen in de snelonderdelen. Nou, je kunt het beste eventjes gewoon een goede naam geven aan het snelonderdeel, zodat je hem ook makkelijk kunt terugvinden. Nou, dit is een afspraakbevestiging voor Kees en Karen tegelijk. Ik zal zo meteen ook laten zien waarom ik ze allebei tegelijk doe. Maar ik noem hem dus even afspraakbevestiging Kees en Karen. Je kunt hier niet eindeloos in typen. Het is best wel een korte beknopte naam, dus dit is eigenlijk al lang genoeg. Nou, vervolgens kun je er nog een beschrijving aan geven, maar dat is niet per se nodig. Je wil hem opslaan in de galerij van de snelonderdelen. Nou, je kan er nog een categorie aan toevoegen, maar dat hoeft niet per se. Tenzij je echt met heel veel snelonderdelen gaat werken. Maar als je hier net mee begint, houd het dan gewoon even zo simpel mogelijk voor jezelf. Nou, vervolgens druk je op OK. En dan heb je nu de tekst die je net hebt geselecteerd, heb je opgeslagen als snelonderdeel. Nou, dat kun je controleren door even weer te klikken op snelonderdelen. En dan zie je hier nu dat er het snelonderdeel is aangemaakt voor die afspraakbevestiging Karen en Kees. Nou, stel je nou voor dat ik een nieuw mailtje zou maken, dan heb ik dus meteen mijn handtekening erin staan. Dan klik je hier vervolgens in het mailtje, ga je naar invoegen, snelonderdelen en je selecteert het snelonderdeel wat je eigenlijk al had ingesteld. En dan heb je dus meteen een mailtje helemaal klaarstaan en dan hoef je alleen nog maar even een paar kleine dingen aan te passen. Hier zie je dus ook meteen de reden. Stel je nou voor dat je secretaresse bent en je werkt met twee managers samen. Bijvoorbeeld Kees en Karen. En je moet voor beide vaak afspraakbevestigingen sturen. Dan zou je natuurlijk twee verschillende snelonderdelen kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld eentje voor Kees en eentje voor Karen. Of je kan er eentje toevoegen en dan hou je gewoon altijd één zinnetje weg. Bijvoorbeeld het is een afspraakbevestiging voor een afspraak met Karen. Vervolgens vul je nog eventjes hier de datum in, het tijdstip. Je kunt eventueel nog wat andere zinnetjes er even persoonlijk aan toevoegen. Als dat echt nodig is. Maar bij deze heb je dus heel snel eigenlijk je mailtje klaar door dus gebruik te maken van de snelonderdelenfunctie. Dus het is super handig. Je kunt hier ook echt allerlei dingen inzetten. Je kunt er een heleboel gebruiken. Je krijgt dan een soort van lijst krijg je hier te zien. Kijk gewoon eens eventjes wat voor jou van toepassing is. Dus als je nu eens na zou denken van, hey, welke e-mails stuur ik nou eigenlijk vaker uit? Zit je op een HR-afdeling, zijn dat dus bijvoorbeeld afspraken met sollicitanten of bevestigingen van sollicitaties die je binnenkrijgt, als dat niet via een geautomatiseerd systeem krijgt. Maar wat is het voor jou in jouw functie? Dus denk daar eens eventjes over na. Hoe kan je dat zoveel mogelijk automatiseren? Nou, misschien vraag je je nu af, kan je hier dan ook automatisch bijlagen aan toevoegen? Nou, dat kan helaas niet. Maar wat wel kan, is dat je dan een optie
hebt in Outlook voor een schabloon. Dat is een andere manier hoe je met standaard e-mails kunt werken. Misschien heb je ook wel eens gehoord dat sommige mensen standaard e-mails in de handtekening zetten. Dat is ook super handig. Het enige wat daar het nadeel van is, is dat je maar één handtekening in een mailtje kunt zetten. Dus wat dat betreft is snel onderdelen echt een ideale functie om te gebruiken als je veel met standaard e-mails werkt, om die vervolgens sneller uit te kunnen sturen. Nou, je weet nu wat snel onderdelen zijn, waar je het kunt vinden, hoe je het kunt instellen en hoe je het kunt gebruiken. Dus ik wens je heel veel plezier met nu nog slimmer en sneller werken met Outlook dan dat je misschien al deed. En ik zie je weer in de volgende video.